vastgoedmagnaat Ton Hendricks is op diverse plekken in Nijmegen aan het bouwen. Dat is opmerkelijk, want onlangs gaf hij nog aan klaar te zijn met Nijmegen. Dit omdat hij werd tegengewerkt door de welstandscommissie van de gemeente. Hendricks trok hierover aan de bel en kreeg bijstand van wethouder Bert Veldhuis, die de uitspraak van de commissie overrulde. Met de vergunningen op zak zet Hendricks zijn werk nu voort. Desondanks blijft hij ontstemd over het functioneren van de welstandscommissie, waar hij nog een aantal vergunningsaanvragen heeft lopen. Hendricks ontkent niet dat zijn gevoel bij de gang van zaken van invloed kan zijn op toekomstige bouwplannen. Volg ons online via Facebook @altijdn1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijdn1. Want Nijmegen is altijd n1.